Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebal. Ik ben een freelance journalist en ik schrijf over popcultuur. Dus onder andere over strips, film en animatie. En ik ben de auteur van Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. En ik kreeg weer een pakketje binnen deze week van een uitgeverij. En dat is de uitgeverij Sherpa, zoals je kunt zien. En ik ben heel benieuwd wat daarin zit. Natuurlijk zit daar dan een strip in, maar natuurlijk is de vraag, welke strip zit hierin? En dat gaan we nu maar eens bekijken. Ik zal even mijn Spider-Man mok wegzetten, want die staat een beetje in de weg. En dan... Nou, er zit in ieder geval een hardcover in. Maar ik geloof dat Sherpa alleen maar hardcovers uitgeeft. En er zit in Luc Orient. En een leuke boekenlegger. Complete avonturen in 6 delen. Dat wordt dus een integrale uiteindelijk. Hierin staat van Luc Orient de Dal van de Drie Zonnen, de Bevoren Zombies en de Meester van Terango. En het korte verhaal, de sporen van Dr. X. Old school baby, old school strips. Een mooi binnenwerk. Beste recensent, met veel plezier sturen we je hierbij onze nieuwste uitgave, het lang verwachte eerste deel van de integrale editie van Luc Orient. Een science fiction reeks uit de jaren 70. Het tweede deel wordt eind december, begin januari verwacht. Alweer. Het Dal van de Drie Zonnen heet het. 160 pagina's, 29,95. En er is natuurlijk weer een luxe editie met folia bestempeling op het opslag. En een losse genummerde print te koop voor €60. En groetjes Matt Schieverstein. Dankjewel Matt. Zoals altijd ziet het er weer mooi uit als Sherpa het uitgeeft. Gelukkig staat er een dossier in het boek, waardoor we gewoon ook de geschiedenis kunnen lezen van Luc Orient. Op 17 januari 1967 kregen de lezers van het weekblad Kuifje de eerste platen van het Dal van de Drie Zonnen voorgeschoteld. Het verhaal met als held Luc Orient is getekend door Eddie Pape en geschreven door Craig. Op dat moment ook de hoofdredacteur van het tijdschrift. Hier hebben we Eddie Pape, Morris en natuurlijk Franquin en Roba. Leuk. Leuk om die weer even te zien. Nou, dat is dus hartstikke leuk om te lezen hoe dat dan tot stand is gekomen en hoe dat dan hier is uitgegeven. Ik ben opgegroeid met veel Amerikaanse comics. En wij hadden vroeger wel af en toe het weekblad Kuifje in huis. Maar we hadden vooral een leesmap voor strips. Dus dat was dan de leesmap met stripalbums. Zo heb ik wel heel veel strips leren kennen van Europese bodem. Maar Kuifje, het weekblad Kuifje las ik niet veel. Evenals Eppo of Pep, dat las ik eigenlijk bijna niet. We hadden wel vroeger Pep Pockets, kan ik me nog herinneren. Die kwamen bij mijn opa en oma vandaan. Dus de Europese strips waar ik bij opgegroeid ben, dat zijn vooral dingen als Lucky Luke en Asterix. Dat vind ik altijd nog steeds heel erg leuk. En een heleboel andere strips waar ik nou waarschijnlijk niet op kan komen. K. Paling en Co. las ik vroeger ook wel in de Brokkenmakers. Dat soort dingen. Grafzerk. Maar Luc Orient heb ik dus nog nooit gelezen. Oh ja, Michel Fallian las ik vroeger ook veel. Vond ik ook leuk. Wel wat Robert Douche. Maar ik ben dus vooral opgegroeid met The Hulk en Spider-Man en Batman en dat soort strips. Maar goed, die schade is nu dus mooi in te halen door Luc Orient te gaan lezen. Dit vind ik nog wel een mooie plaat ook. Mooie openingsplaten. En de stijl doet wel een beetje denken ook aan hoe Rick Ringers getekend is. Dat las ik ook vroeger trouwens, Rick Ringers. Met veel plezier. Maar heel veel van die strips die ik vroeger las, die lees ik tegenwoordig eigenlijk niet meer. Ik lees heel veel diverse strips nu vanwege mijn werk. Heel veel dingen die ik opgestuurd krijg of mensen die ik ga interviewen. En daarnaast lees ik voor mijn lol gewoon heel veel dingen. Nou, daar maak ik genoeg vlogs over, dat weten jullie. Anyway, kennen jullie Luc Orient? Las je dat vroeger heel vaak? En ben je dan excited dat dit dan helemaal integraal verschijnt bij Sherpa? Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Dus, en of jullie nog tips hebben van, nou, bepaalde albums van deze reeks moet je echt lezen. Of misschien zeg je, nou, vond Luc Orient helemaal niks. Nou, vertel dat ook maar. Dat mag ook. Ik ben altijd benieuwd naar wat mensen van dingen vinden als ze het leuk en goed kunnen onderbouwen. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En
op naar de volgende.